Je geeft uzelf een 2 op bungee jump. Ja, dat zou ik. Dat is een, ja, dat, bungee jumpen is aan van een koord. Ja, maar parachutespringen zou ik. Hoe bedoel je een 2 slaag, hè? Dat zou ik niet zomaar 2 doen. Slaag, ja. Ja, dat zou ik ook niet zomaar doen, nee. Uit een vliegtuig springen ook niet. Ik spring niet uit een vliegtuig, dat werkt, hè. En nu hebben we 3 chihuahuas. Zeg je me dan allemaal door dat dorp? Dus eigenlijk is ze afgaan. Maar, als ik dan eerlijk moet zijn, het is veel plezanter dan grote honden. Ja? Ja, hoe echt komt waar. Dat? Ja, daar komen kleine dingen uit. Je moet daar minder in steken. Als je gaat wandelen, zeg ik wandel altijd in de modder. Je steekt dat onder de pombak, dat is klaar. Ja, ja, maar doe dat maar een keer met een grote hond. Allemaal van die kleine dingetjes. Mensen die ik gezien heb op spoed bijvoorbeeld, dan heb ik het ook heel moeilijk altijd. Als je zo, ja, ik kan me denk ik heel goed inleven in andere mensen en emoties. En ook al zijn dat oude mensen die sterven, als die man daar dan zo bij zit te waken. En, oh, dat, ja, dat krijg je dan schrik wel van. Ja. Dat is echt, ja, dat pakt me wel. Dan moet ik altijd even buiten gaan, want ja, als daar als dokter zit te janken, dat is, nou, dat grijpt je wel aan, ja. Ik ben niet zo conflictvermijdend. Ik hou van conflicten eigenlijk zelfs. Ik vind dat dat echt een basis geeft om zo alles een keer af te breken en terug nieuwe fundamenten te bouwen om verder te gaan. Ik zeg niet dat ik een ruziestoker ben, hè. Ik ben wel ook direct, ik ben altijd ook de eerste die terugkomt over de brug en die zegt, kom, ik moet een keer babbelen. Maar als er zo een elephant in the room is, ja, dan moet hij toch even tackelen, denk ik. Ik vind het altijd wel moeilijk om zo met een onbekende, ja, zo bij de vrienden van mijn lief of zo, bij de familie, ik vind dat altijd wel awkward, ik weet niet. Dus die vroeg, ga jij mee naar het trouwfeest van mijn neef? En ik had impulsief ja gezegd. Achteraf had ik beter nee gezegd, want ja, ik ken die mensen niet. Ik proficiat met hun trouw, maar ik ken hun niet. Dat vind ik al wel raar. En ik heb mij heel veel moed in een dag al zo wat kava bij die thuis. Ja, je moet me iets amuseren. En dan op dat trouwfeest, maar dan meen ik echt, die kava, dat kwam met een tap. Limburg? Ik weet niet of dat normaal is. Ik heb dat nog nooit gezien. Of bijvoorbeeld gisteren, ik was nog aan het wachten op een pakketje van de postbode. En dat stond om 9:36 dat de postbode was vertrokken. Maar ik ben echt een wener eigenlijk. Maar in de goede zin, denk ik. Niet zo storend. Maar dus de postbode ging om 9:36 vertrokken zijn, hè, met dat pakketje. Maar ik moest eigenlijk om 2:00 beginnen. Allee, mijn werkje. En dat pakje was er niet. En dan laat ik even een traantje van allee doen. En dan is dat weer over en dan begin ik met werken. En kom ik thuis en is dat pakje er en dat is wat tof. Ja, we zaten met 4 in een korke, zo 2 Chinezen die naast ons zaten. En ik bij zijn de laatste looping, ja, ik weet niet waar dat was. En ik dacht, oh nee, nu is het te laat. En echt, het kwam er gewoon allemaal uit, allemaal in mijn handen. En ik zag die Chinezen zo naar mij kijken van, oh my god, die gaat dat toch niet loslaten. En dan hadden mensen blijkbaar van de attractie iemand verwittigd dat ik zo slecht was. En dan kwamen ze met zo'n golfkarke aangereden. En dat golfkarke, van het schudden van dat golfkarke, werkt dan weer slecht. Dat golfkarke moet stoppen, non over. Oh, maar echt, het was de hel. Boys and their toys, dan ze zeggen. Yeah. Kunnen ze wel een gadget heel erg willen en dan massas reviews bekijken en dan uiteindelijk niet doen of uiteindelijk wel doen voordat ik het koop en unboxing video's en al. Dat wordt effectief bekeken door mij. Echt zo kijken van, en hoe komt dat toe? Wat zit er allemaal in? Wat mag ik niet vergeten? En waar kan ik kortingscodes vinden? Echt zo. Ik krijg geregeld en dan vooral denk ik als ik heel moe ben of zo. Hè? Oh man, je hebt weer gesnurkt en dan denk ik, oh dat is keierig, want ik vind dat zelf verschrikkelijk. En ik schrok alles binnen. Dat kon ik er nu zo precies niet op zitten. Maar meestal als diegene nog moet beginnen, heb ik gedaan. En ik krijg dat ook niet voor elkaar om daarmee te stoppen. Zo. Dat, ik bijt bijna niet precies. En dat heb je al gedaan. Ja, dat is niet goed. Ik weet dat, maar toch doe ik dat. Ik heb dan een soort lerarenopleiding. Ja. En heb je afgemaakt? Nee. Eerste jaar zonder buizen door. Tweede jaar ook alles door. Behalve mijn één stage niet. Wegens... mentaal was te weinig Nederlands. Dus als ik zeg valies en een Hasselt bijvoorbeeld en ik zeg pak allemaal je agenda uit je valies, dan kreeg ik na de hand opmerkingen. Valies is geen Nederlands. Ja, oké, okay, ja. Die kinderen pakken toch allemaal het einde. Het nieuwe seizoen start op zondag 10 maart op 4 en op 4.be.